Dit is Leviosa. Ik word vandaag een drag queen. RuPaul's Drag Race Dutch Edition. Holland. Moet ik nog iets schoonmaken? First product. Het voelt alsof ik botox in mijn voorhoofd heb. Oh my god. Fucking pindakaas op mijn gezicht. Dit komt toch nog goed? Komt dit nog goed? Motherfuckers wanna get famous. Bust guns again. Dangerous. Yeah, I graduated from Cambridge. Yeah, money talks and everything. Dit is Leviosa. It's not Leviosa, it's Leviosa. She's a nightmare. Leviosa en ik die kennen elkaar van HKU. We hebben samen op de kunstacademie gezeten. En Leviosa heet eigenlijk Levi. En we waren roomies. We hebben samen gewoond. En toen hebben we deze experience hebben we al een keer eerder gedaan. Oké, ja, ik kan er heel surprise van maken, maar in de titel heeft iedereen ook kunnen lezen. Ik word vandaag een drag queen. Toen wij samen hebben gewoond, heb ik Rosalie omgetoverd tot een beeldschone drag queen. Ik doe zelf niet per se drag, ik doe wel eens drag make-up. Ik heb wat spullen. Ik was onder de indruk van mezelf. Ik was wel een beetje een extravagante dame. Rode lampjes hadden mij niet misstaan. Hadden jou niet misstaan. Dus, een onbeugende dame. De lat ligt hoog. We moeten niet hetzelfde willen doen, want dan wordt het slechter. Dus ja, we willen een nieuw plan. We moeten een nieuw plan, maar dan is het misschien wel leuk om de look van nu te inspireren op een bestaande drag queen. Ja, dat dacht ik ook. Maar dan wil ik dat jij uitzoekt welke drag queen... Wie ik wil. Welke drag queen vind jij goede make-up hebben? Ik denk dat het leukste is voor nu om een drag queen te kiezen uit het laatste seizoen van RuPaul's Drag Race Dutch Edition. Holland. Dan denk ik dat ik er ook niet langer over na ga denken. Dan denk ik dat we meteen voor de queen of the queens moeten gaan. Gaan we voor MVP. Gewoon MVP. Ja, dit is wel echt. Dit vind ik heel vet. Ja. Dit wil ik. Bratz doll. Ik vind dat echt heel slee. Oké, nee, we gaan dit proberen. Ja, heel vet. Dit wil ik. Ik moet even een goede before. Moet ik nog iets schoonmaken? Nee, ik heb hier al wat klaar. Oh, we waren al begonnen. Okay. Oh, dit is... En we zijn klaar. Nou. Okay, waar gaan we mee beginnen? Ik ga jouw wenkbrauw even schoonmaken. Maar ik heb niks op mijn wenkbrauw. Nee, maar zweet. Ontvetten. Oh, zweet. Zweet en frituurvet. Okay, moet ik dan ook eigenlijk een beetje een tutorial van maken? Wat verwacht je van Nee. Me? First product. We gaan nu mijn wenkbrauw plat smeren. Veel drag queens gebruiken prit, paarse prit. Maar de paars gaat weg. Om mijn wenkbrauw weg te doen. Dat is paars. Oké. Oh, dit is echt... Heel naar gevoel. Gelukkig heb jij niet zo heel veel wenkbrauwen. Nee, ik heb helemaal geen wenkbrauwen weg te smeren. Ja, dat scheelt voor mij. Ik denk dat als ik deze make-up er straks afval, dan heb ik geen wenkbrauw meer over. Ja. Het voelt alsof ik botox in mijn voorhoofd heb. Dat ik niet meer mijn voorhoofd kan bewegen. Ja, moet dit zo hard? Ja, dit moet hard. Oh. Nou, dit zijn de wenkbrauwen. Ik heb ze maar plat gegooid. Ja, mag ik voelen? Ze zitten er echt onder. Oh, dit voelt heel raar. Oh, girl. Ik denk dat dit het grootste probleem gaat. I look amazing. Dit is niet jouw kleur. Kijk, het slechte nieuws is, het is niet jouw kleur. Maar het goede nieuws is, ik heb geen andere kleur bij. Maar dit is ook een soort pritplakstift. Ja, dit is echt niet jouw huidskleur. Echt fucking pindakaas op het gezicht. Ik kan nog wel wat lesjes gebruiken te abonneren. Moet ook mijn snor? Ja, we willen de licht willen we allemaal naar het centrum van het gezicht brengen. Nou, dit is ook weer een fase waarvan je denkt, hey, dit is een mooie fase. Ik heb jeuk aan mijn neus, mag ik krabben? Je mag even krabben. Oh ja, oké. Dus er zijn genoeg fases in het proces waarvan je denkt, hey... Gaat het nog goed komen? En dan op het einde merk je, nee. Nou kijk, dit is meer jouw huidskleur. Ja, is dit me? Oh wacht, ik kan ook zo doen. Oh my god! Ik ben heel eng nu! Oh, dit is zo niet de bedoeling. Dit komt toch nog goed? Komt dit nog goed? Dit is echt alsof ik fucking pindakaas op mijn gezicht heb. Ja, het is een beetje gelig. Contour? Contour, ja. Oh, dit ziet er, kijk. Ja? Blending saves everything. Oh. Het gaat helemaal niet slecht. Oh, zoveel vertrouwen in jou. Ben je aan het genieten, liever? Ja. Ja, ik vind het echt heerlijk. Nu ook heb je weer een fase waarin je denkt, dit ziet er niet heel goed uit. Oh, echt? Zijn we weer in die fase? Nou, wil je het zien? Ja, ik wil het zien. Komt dit op YouTube? Oké, maar Leef, doe jij dit vaak, drag queen make-up? Ja, ik doe het af en toe. Ik heb dus deze spulletjes. En ik heb een tijdje gehad, ik denk toen ik zelf begon met Drag Race kijken, dacht ik, oh, dat wil ik echt zelf proberen. Maar vervolgens niet echt heel erg iets van gedaan. En nu af en toe trek ik mijn kit eruit. Het is gewoon meer voor de hobby, maar je gaat nooit zelf naar als drag queen naar een feestje? Nee, heb ik dat eigenlijk nog nooit gedaan. Maar zou je dat willen? Ja, dat ga ik wel een keer doen. Dat staat nog wel op mijn lijstje. Lijkt me heel leuk.
Zo, en dit noemen ze beating the face in drag. Je lult! Nee, dit is echt zo. Nee. Ze noemen het beating. Beating the face. Ja, maar dan hoef je toch maar toch niet bij mijn gezicht te slaan. Nou ja, het hoeft niet, maar het is wel leuker. Oké, ik zie wat we gaan doen. Wat we gaan eerst gaan doen is, we gaan even de neus in. Dat gaan we eerst doen blijkbaar. Wat ga je doen? Ja, ik ga eerst een oranje, een beetje een bruinige, gewoon een bruin neutrale cut crease maken. Ik denk dat ik hiermee ga beginnen. Oh, oké. Ik weet het allemaal niet, joh. Oei. Echt een slecht plan om te zeggen, hey, we gaan deze referentie doen. Ja, dat is niet verkeerd. Ja, dat is niet verkeerd. Oh, daar gaan we al. Ja, daar gaat het mis. Oh, daar gaat het helemaal mis. God, en wie broe. We zijn toch een kunstenares. Ja, echt hè? Het is echt sick. Ja, wil je kijken? Nee, ik hou het een surprise. Vanaf dit punt gaan we niet meer kijken? Gaan we niet meer kijken? Ga je naar boven kijken? Ja, als je het een surprise wil, moet je het echt een surprise houden, vind ik dan. Ja, vind ik eigenlijk wel leuk. Ga nu, vanaf nu niet meer in de spiegel, in de camera, misschien in deze kijken. Misschien is dat wel leuk, ja. Helemaal zen. Voel jij je zen nu? Ja, ik vind het heerlijk. Nou, goed zo. Het is een heel lekker gevoeletje. Ja? Ja. Nou, goed dat het lekker voelt, want het ziet er niet uit. Wat moet ik doen? Ha? Ha? Nee, nee. Zo. 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 Andere kant. Andere kant. Ja. 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 3 hours later. Ja, ik denk. Is het af? Wacht, ik moet even een afstand. Oh ja, het is wel mooi. Ik zie het nu pas. Ja, is mooi? Ja, het is wel mooi. Moet ik eerst ook mijn kleding aan? Wat is het plan? Ik zeg, we gaan gewoon een make-up reveal doen. En dan kunnen we samen een look bouwen. Oké. Okay. I'm ready! Oké. Okay. Oh my god! Ik herken mezelf gewoon helemaal niet. Het is zo bizar, omdat de hele contour in je gezicht is gewoon anders. Ja, ik vind het wel echt heel vet. Het is wel echt heel goed gedaan. Is het MV Peru? Nee, het is niet MV Peru. Nu moet er een outfit bij. Een look en een naam. En een naam. Holy shit. Dit is zo heftig. Ik vind het zo heftig om mezelf zo te Let zien. Even. Dit is de final look. Maar wat is je naam? Voornaam en dan achternaam Baumgarten. Baumgarten? Ja, Bomentuin. Ja, dat voel ik wel. Ja. Maar weet je hoe ik me letterlijk voel? Hoe ik vind dat ik eruit zie? Nou. Je kent toch Ariel de Kleine Zeemeermin? Ja. En dan die... De heks. Heks. De Ursula Baumgarten. Ja, heel erg slee. Carrie slee. Bob slee. Ook een goede drag. Bob slee. Oh, Bob slee. Ja. Oké, okay, ik ben in shock van mijn eigen transformatie. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Comment down below. Vond je dit nou een superleuke video? Like en abonneer op Rosalie Boom. Op Ursula Baumgarten. A.k.a. Carrie Slay. A.k.a. Bob Slay. Dit was het. We zijn aan het einde gekomen van deze video. Vond je dit nou superleuk? Like dan even. En abonneer je op mijn kanaal. En volgende week ben ik er gewoon weer. Moet ik met afwasmiddel? Huh? Hebben jullie...